Een hele goede morgen en welkom bij dit ijzersterke CoPagro webinar. Goed dat jullie er allemaal zijn. Ik zal even net als de leraar vroeger op mijn lijstje kijken of dat inderdaad iedereen aanwezig is. Maar zover ik zie, is dat het geval. Dus dat is super. Nou, nogmaals dank voor jullie aanwezigheid. Wat we vandaag willen bespreken. Ja, zijn de mogelijke opties in IJzersterk? Dus het belangrijkste is alle campagnes van CoPagro van A tot en met Z doornemen. Dus wat is het idee erachter? Hoe kunnen jullie eventueel berichtjes plaatsen? Hoe kunnen jullie mailings plaatsen? Kunnen jullie gelijk de berichten van CoPagro doorzetten? Of zijn er ook mogelijkheden om eventueel zelf wat aan te passen? Nou, we zullen straks wel starten met de basis over een paar instellingen. We merken dat niet iedereen ja, op de hoogte is dat er wat meer dingen mogelijk zijn dan op het eerste gezicht te zien is in IJzersterk. Dus wellicht hebben jullie nog wat leuke ja, mogelijkheden die het iets makkelijker allemaal maken. En ja, zo zullen we door heel het systeem lopen. Ik ga straks mijn scherm delen. Dan zullen we een aantal diverse accounts als voorbeeld nemen, zullen we doorheen lopen. En ja, hopen dat het duidelijk is. Even een paar belangrijke mededelingen. Mochten jullie nu een vraagje hebben, als het goed is aan de rechterkant van jullie scherm zie je een tabje chat of privéchat. Ik weet niet hoe die bij jullie heet. En daar kun je eventueel vragen stellen. Nou, die probeer ik er dan te behandelen tijdens het webinar. Mocht dat nou niet lukken, dan komen we er na het webinar gelijk op terug, want wij krijgen jullie e-mailadres te zien bij de vraag. En dan kunnen we daarna gelijk op reageren. Dus dat moet goed komen. Nou, de schermopnames met de spraak worden straks allemaal opgenomen. En die zullen jullie dan na de webinar ook toegestuurd krijgen. Zodat je alles nog eens op je gemakje kunt terugkijken. Nou, er zijn een aantal dingen die ja, best wel uitgebreid en ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld het bouncen van e-mailadressen. En daar hebben we ook wat losse video's vooraf al van opgenomen. Die duren soms wel 10 tot 15 minuten. En die krijgen jullie ook allemaal netjes toegestuurd. En wat wij merken is dat zo'n webinar als dit, ja, na een uur en een kwartier, ja, zijn beste tijd heeft gehad. Zowel ik als vaak de luisteraars haken dan af. Dus we proberen het in een uur en een kwartier even met elkaar te doen. En dan krijgen jullie daarna gewoon alles netjes toegestuurd. Nou, laten we gaan beginnen met het delen van het scherm. En ja, dan gaan we gewoon door een accountje lopen. En nogmaals, schroom vooral niet om vragen te stellen. Dat vinden we alleen maar leuk, die interactie. Ik ga nu mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu het account van Esme en Simone. Dus het account van VVB. Nou, een actieve ja, ijzersterke gebruiker, hè, die best wat mooie campagnes al heeft doorgezet en goed zichtbaar is. Nou, dit account zal ik deels even als voorbeeld gebruiken. We zullen straks een beetje switchen bovenaan tussen wat tapjes, zodat ik wat voorbeelden kan laten zien. Allereerst zien jullie hierboven natuurlijk het logootje en vervolgens de naam. Een paar kleine dingetjes die wellicht goed zijn om te benoemen. Je kunt hier eventueel gelijk uitloggen. Ik zei het van de week ook al, maar dat adviseren we niet om gelijk te doen. Mocht je nu een lastig wachtwoord van ons hebben gekregen, wil je die aanpassen of wil je uniform je wachtwoorden hebben dat overal hetzelfde is, dan kun je dat hier doen. Je ziet hier een aantal extra accounts staan. Zeggen jullie nu van, hé, we hebben nog wat andere Facebook-pagina's of mailing-accounts die we ook bij willen houden vanuit IJzersterk. En we willen op dezelfde manier werken. Dan kunnen we dat hier ook koppelen. Nou, ander dingetje wat je bovenaan ziet is het zogenaamde vraagteken-icoontje. Wanneer we hierop klikken, hebben we ook in de vorm van wat tekst uitleg proberen te geven. Dus vrijwel iedere but en ieder kleurtje, ieder knopje wat je hier ziet, hebben we proberen uit te leggen. Ja, nu merken wij alleen dat het uitgeven door middel van hele tekstbestanden iets minder populair begint te worden. Vandaar dat we ook ja, hard aan de slag zijn met die zogenaamde video's.
Rechtsboven zien jullie het hamburgermenuutje. En dan zie je, hey, behalve ijzersterk waar we nu in zitten, hebben we nog een formulier. Nou, dat zal op het einde aankomen. Lijkt me echt wel een klein beetje een soortement van gevorderde stap. Maar dan weten jullie dat die mogelijkheid er ook is. Nou, aan de linkerzijde zien we alle beschikbare menu-items. En deze gaan we even langslopen. En voor mij het belangrijkste is om te beginnen met configuratie. Wellicht niet een hele logische volgorde. Maar waarom wil ik beginnen met configuratie? Ik wil beginnen met configuratie, omdat je daar zeg maar al je instellingen eenmalig moet neerzetten. Staat het daar nou niet goed, ja, dan wordt het lastiger om alle andere onderdelen te doen. Staat het daar wel goed, dan zul je zien dat het best wel makkelijk is om, ja, om heel veel dingetjes te doen. Dus ik klik nogmaals op configuratie. Nou, en dan zien we het volgende scherm. Simpelweg gezegd kun je dus met ijzersterk, als ik het moet uitleggen, zeg ik altijd, je kunt social media berichten maken en doorsturen en mailings. Maar om dit te doen, moet het systeem, dus moet ijzersterk, natuurlijk wel weten naar welk account moet hij het doen. En daarom moet je eenmalig een configuratie en connectie maken. Dus vanuit ijzersterk kun je onder andere berichtjes dus plaatsen op Twitter. Je kunt berichtjes plaatsen op Facebook en Instagram, op LinkedIn, op Pinterest. En je kunt ook afbeeldingen en artikelinformatie uit IJzer of EasyBase halen. Nou, dat is eventueel ook nog een mooie mogelijkheid die we verderop ook gaan bespreken. De meeste van jullie, zoals ik op de lijst zie, hebben dit eigenlijk al connectie gemaakt. Niet iedereen op Twitter, maar 9 van de 10 pakken sowieso Facebook en LinkedIn. Nou, wat zou je hier moeten doen? Redelijk eenvoudig denken wij. Je moet hier gewoon je gebruikersnaampje en je wachtwoord invullen. En dan ziet hij automatisch welk account voor jou is en zal hij dat koppelen. Dus op het moment dat ik hier op Connect Twitter doe, dan kun je hier dus je gebruikersnaampje en je wachtwoordje aanpassen. En dan moet je de app autoriseren. Nou, Facebook en Instagram, identito. En wat we hier vaak voor vragen krijgen, is het volgende. Ik ben een privépersoon en ik heb bij wijze van spreken 6 of 7 bedrijven. En ik ben beheerder van die Facebookpagina. Nou, je moet altijd inloggen met je privépersoon. Dat verplicht Facebook. Hè. Zo houden ze enigszins controle over welke persoon achter welke pagina gaat. Dan proberen ze rare praktijken tegen te gaan. Dus stel ik wil inloggen hier, dan ga ik met Wilco Struik het Facebook profiel inloggen. Dan zie ik daarna Intermix en IJzersterk bijvoorbeeld als pagina. Net als hier, en dan kiezen we in dit geval bijvoorbeeld voor VVB Husan. Nou, stel ze hadden willen kiezen voor Sikkert Zuidoost, dan klik je op de bovenste. Nou, en je bent vrijwel bijna verplicht om jouw Facebook en Instagram met elkaar te verbinden. Omdat het allebei van Meta is. Nou, je kunt hier bijvoorbeeld een Instagram-account dan ook kiezen. Dus het systeem ziet zelf ook welk Instagram voor jou is. Dus op het moment dat je met Facebook koppelt, ziet hij gelijk wat Instagram van jou is. Nou, LinkedIn geldt eigenlijk hetzelfde. Hier kun je ook weer met je persoonlijke profiel aanmelden. Dan kun je vervolgens kiezen voor welke beheerdersaccount jij wilt gaan doen. Nou, als je alleen een koppeling met Facebook hebt, dan is dat dus ook mogelijk. Ik zag een eerste vraag binnenkomen. Stel, je wil alleen met Facebook koppelen, kan dat zeker. Maar heb je nu wel Instagram, dan adviseren wij om Facebook en Instagram even aan elkaar te koppelen. Als je gewoon bij Google intikt Facebook en Instagram koppelen, dan kom je op de site van Facebook en dan moet je op 3 dingetjes klikken en dan wordt het gekoppeld. Moet je 2 keer je wachtwoord invullen, zowel 1 keer bij Instagram als bij Facebook. En dan is het met elkaar gekoppeld. Dan ziet hij zeg maar dat die accounts bij elkaar horen. Ja. Nou, dan hebben we nog Pinterest. Eventueel een mogelijkheid, vooral in jullie branche, over mooie kleuren, interieuren. Dan zou dat kunnen. Nou, daar hebben we ook een connectie mee, dat je je borden kunt kiezen en dat je die afbeeldingen kunt uploaden. Dat is alleen best wel veel werk aan onze kant. Daarom hebben we het niet standaard voor iedereen ingesteld. Hè? En mocht het nou voor jullie interessant zijn, mail even naar Nathalie, Lotte of naar mij. En dan kunnen we dat sowieso instellen. En als laatste heb je ook een connectie met EasyBase. Daar kregen we ook wel eens wat vragen over. Wat is dat nou? Nou, in EasyBase heb je alle afbeeldingen. Stel je wilt een keer een mailing of een berichtje maken over een product. En
Je wil daarbij een afbeelding, dan zien we dat er heel veel naar Google wordt gegaan, hè, en gewoon een artikelnummer wordt ingevuld en dan wordt die afbeelding gepakt. Wordt de mailing verstuurd, komen we er later achter, oh, die afbeelding was van een ander bedrijf. Nou, als je dat Easybase haalt, weet je dat je de rechten hebt om alle afbeeldingen en dergelijke te doen. Gaan we naar het tapje e-mailing, dus connecties is voor de social media, en dan heb je nog e-mailing. Wat je daar aan begin even moet instellen van, hey, vanuit welke naam willen wij nu gaan mailen? En vanuit welk e-mailadres? Dus stel, wij maken een mail. Ik heb hier even een voorbeeld open gedaan. Dus ik ga nu switchen van Tabblad. Ik krijg een mail binnen. Dan zie ik hier van, hey, hij wordt gestuurd door de Versterkgroep. En dit is de afzender. Dus dat zullen al jullie mensen zien. Nou, dit is dan de titel. Zo ziet een e-mailing eruit, hè. Dus dat is super natuurlijk als jullie klanten dit krijgen, strak uitgelijnd. En op het moment dat mensen bijvoorbeeld klikken op meer info, dan opent er automatisch een nieuw tabblad. Als het goed is, wordt het ook gedaan door het systeem. Zou je bijvoorbeeld hier ook een eigen linkje achter kunnen zetten. Maar dit is dus waarom het belangrijk is welke naam je hebt. Dus maak even je naam goed en je e-mailadres waaruit je wilt zenden. Gaan we weer even terug. En dan hebben we nog notificatieadres. En wat is dat nu? Nou, op het moment dat Copagro een leuke campagne voor jullie klaarzet, dan merken wij dat het goed is als jullie daar even van op de hoogte worden gebracht. Dat je een mailtje in je e-mail krijgt van, hey, Copagro heeft een nieuwe mailing voor u klaargezet. Of Copagro heeft een nieuw social media bericht voor u klaargezet. Dat activeert jullie in die zin weer. En hier bij notificatieadres... Zoals hier, kunnen jullie dan even invullen op welk e-mailadres willen we dit nu binnenkrijgen. Dat is dat, dus bij e-mailing standaardwaardes, die eerste drie zijn eigenlijk het belangrijkst. Nou, nog even een dingetje waar we vaak horen dat mensen dat niet gebruiken, dus die wil ik heel graag even noemen, is afmeldredenen. Jullie klanten melden je helaas wel eens af, we zijn allemaal verplicht om zo'n afmeldlinkje in onze e-mailing te zetten. Nou, helaas wordt daar wel eens gebruik van gemaakt. Alleen je wilt natuurlijk wel weten waarom iemand zich afmailt. Kennen ze jullie niet? Is de aanbieding niet interessant? Enzovoort, enzovoort. En hier kun je dan afmeldredenen geven. Dus ik kan hier opnieuw klikken. En zo kun je dus zien waarom iemand zich afmeldt. En als er nu heel veel mensen zich afmelden omdat de frequentie te vaak is. Hè, dus je zegt bijvoorbeeld, u mailt te vaak. Ja, dan weten we van, hey, in plaats van iedere week moeten we misschien iedere maand gaan mailen. Want het wordt blijkbaar als lastig ervaren door onze klanten. Ja, dat kun je hier nog doen. Dan kun je bij social media, ga ik even wat sneller hoor. Dus ik denk dat dat niet voor iedereen belangrijk is. Kun je eventueel hashtagjes aanmaken. Als we dan straks een berichtje gaan maken. Ik zeg bijvoorbeeld... Versterk zeg ik bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik die aanmaken. Zullen we straks op terugkomen, zie je dat die er staat. Nou, je hebt nog externe content. Is denk ik voor niemand belangrijk. Staat er wel. Maar wat zou je dan kunnen doen? Je zou bijvoorbeeld van ad.nl of het nieuwsblad. Zou je nieuwsberichtjes kunnen inladen en kunnen delen. Concreet voorbeeld is dat bij wijze van spreken in de bouw of in de verfindustrie nieuws is. En je wil dat nieuws ook met jullie klanten delen. Dan zou je dat hier kunnen lenen van het AD door de website van AD hier toe te voegen. Andere optie waar we even snel doorheen gaan is sms'en. Er is één iemand die dat gebruikt. Net als dat je een berichtje op Facebook zet, zou je ook berichtjes kunnen sms'en. En dan zouden jullie zeggen van, hé, dat is toch ouderwets? Ja, maar daarom werkt het juist. Omdat, nou, waarom? We krijgen allemaal 100 WhatsAppjes bij wijze van spreken per dag. We hebben WhatsApp groepen enzovoort enzovoort. En een sms'jes krijgen we vrijwel alleen wanneer we de grens over gaan. Welkom in Duitsland, bij wijze van spreken. En dat is nu natuurlijk wel een hoge attentiewaarde. Stel je hebt morgen een open deurdag. Dan zien wij wel eens dat mensen een sms'je sturen van, hey, de deur is open, de koffie staat te draaien. Welkom. Nadeel van die sms'jes is 6 cent per sms'je. Moet je maar eens een keer... Kijken, slaan we deze even over. En dan de laatste optie, de helft van jullie gebruikt deze nu ongeveer. Is de afbeelding van het watermerk. We kregen veel vragen van jullie dat we zeggen, hey, verschillende merken zetten berichten klaar.
Nou, dat klopt. En wat jullie dus zouden kunnen doen, is ervoor zorgen dat ieder berichtje wat je op Facebook gaat zetten, dat er hetzelfde uitkomt te zien. Nou, dat noemen wij een watermerk. Dat is eigenlijk dat je logo over een afbeelding komt. Nou, dus bij die configuratie, hè, de instellingen aan het watermerk, zou je dit standaard kunnen aanzetten. Dus je kunt zeggen, je wil het watermerk standaard gebruiken. Op iedere foto die dan door Copagro of door een leverancier wordt klaargezet, zal dan dit logo verschijnen. Het is wel leuk om hier wellicht mee te gaan spelen. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hey, we willen hem linksonder voortaan. Klik je altijd eerst op opslaan. En dan zie je dat hij hier komt. Het is niet verplicht natuurlijk, maar het is wel leuk. Vooral op een Instagram. Dan zie je dat iedere afbeelding er een beetje hetzelfde uitziet. Dat noemen we dan een uniforme feed. Dus dan smoelt dat wat beter. Nou, ga vooral eventjes spelen met wat bij jullie goed uitkomt. Wat 9 van de 10 keer wordt gedaan, is deze afbeelding links onderaan te zetten. Omdat de leveranciers op een of andere manier vaak rechtsbovenaan hun foto zetten. Dus dan komen ze niet over elkaar. We hebben wel ingesteld dat het logo van jullie, altijd belangrijker is dan die van de leverancier. Dus desnoods gaat hier over. Simpel gezegd zijn dit dus alle instellingen die je moet doen om optimaal te benutten. Nou, zeg je nou van dat koppelen van die accounts, dat lukt nog niet. Kunnen wij altijd straks even naderhand meekijken, het scherm overnemen of gezamenlijk doen. Dus dat was configuratie. Het saaiste onderwerp, maar dan hebben we dat in ieder geval gehad. Ik denk dat het volgende tapje campagnes belangrijk is. Want daar vind je al die Copagro campagnes. Dus we hebben ingelogd. We zijn vervolgens naar de instellingen gegaan. Hè, dus dat doe je bij configuratie. Wat je bij campagnes dus ziet, is een overzicht van alle campagnes die klaargezet zijn. En hier zie je dan de datum waarop deze klaar is gezet. En als wij op een campagne klikken, zien we wat erbij hoort. Nou, simpelweg gezegd, in 99% van de gevallen kan een campagne bestaan uit social media berichtjes weer en een e-mailing. Nou, we nemen Copagro Nieuws 42 hier even als mooi voorbeeld. Wanneer wij hierop klikken, dus we zijn bij campagnes, dan zul je zien welke berichten daarbij horen. Dus bij een campagne kunnen bij wijze van spreken meerdere berichten horen. En op het moment dat je daar naartoe gaat, dan zullen die berichten getoond kunnen worden. Nou, ik ga even een switch bijvoorbeeld maken. Ik denk dat we hier samen in zitten. Ik ga even hier. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een Avis Professional campagne. Copagro Nieuws 72 kunnen we zien. Op het moment dat je hierop klikt, dus je klikt hier op die Copagro Nieuws 72... Dan zie je aan de rechterzijde, zie je dus al die berichten. Nou, je kunt dus een bericht zien en onderaan zie je een e-mailing. Nou, wat we helemaal aan het begin hebben uitgelegd, is dat je dus e-mailings kunt maken en berichten kunt maken. Maar we hebben het ook gecombineerd en dan staan ze bij campagnes. Dus als je de berichten en de e-mailings beide wil zijn, moet je naar campagnes gaan. Daarom adviseren wij altijd naar campagnes te gaan. Nou, we zien dus alle berichten aan de rechterzijkant. Wat kun je ermee doen? Je kunt erop klikken. En als je op zo'n berichtje klikt, dan kun je even kijken van, hoe ziet dat eruit? Nou, er is een titeltje gevuld, er is een mooi tekstje gevuld en er is een afbeelding gevuld. Wat heel veel door jullie als leden wordt gevraagd, is ik ben het niet eens met die tekst, of ik wil een andere prijs, of enzovoort, enzovoort. En schroom vooral niet om dat aan te passen. Dus jullie kunnen alles aanpassen. Klik gewoon met je muisje hierin. Ga strijken met de eer. Je wil dit kastje bij wijze van spreken weg. Hetzelfde als in Word. Gewoon een nieuw tekstje maken. Dingetjes verwijderen. En je krijgt een verhaaltje zoals je het zelf wil. Nou, je kunt hier dus kiezen voor de social media waar je wil. En dan kun je zeggen, ik ga hem verzenden. Maar wat wij altijd adviseren, kijk nou eerst even hoe komt dat eruit te zien. En daarom hebben we een oogje gezet. Dus je ziet die LinkedIn een kleurtje hebben. Het feit dat die een kleurtje hebt, zegt eigenlijk dat deze actief is. Hè, dat je hier wat op kunt zetten.
En dan kun je vervolgens op het oogje klikken. En dan zegt hij, nou, als jij dit bericht op LinkedIn gaat plaatsen, dan komt hij er zo uit te zien. Mooie foto van Goudhaantje. Leuk stukje tekst. Nou, lijkt me top. En dan kun je hem nu meteen verzenden. Nou, wat wij adviseren, we merken dat niet iedereen tijd heeft om 10 keer per week in te loggen natuurlijk. Dus wat we daarom kunnen doen, is hem ook inplannen. Dus hè, we hebben een campagne geopend, dit berichtje vinden we leuk. Nou, we gaan naar het tapje inplannen. En dan zou je kunnen zeggen, we willen woensdag de 31ste, willen wij dit bericht doen. Nou, wat wij vaak bij het voordeel van inplannen benoemen, is dat je ook een mooi tijdstip kunt kiezen. Ik heb het al meerdere keren herhaald altijd. En ja, 3 toptijdstippen. 's Ochtends vroeg, hè, een berichtje plaatsen. In de lunchpauze, tussen 12 en 1. Of aan het begin van de avond. We zien dan dat de meeste mensen een berichtje zien. Want simpelweg, jullie meeste klanten zitten dan op hun telefoon of in hun e-mailbox. E-mail en social media. Zullen wij die tijdstippen proberen aan te houden. Nou, we gaan even terug. Dus zo kun je kiezen van, hey, die goudhaantjekwast, die hebben we, vinden we interessant of vinden onze klanten interessant, dan kun je die plaatsen. Stel je zegt, ik vind die 3M maskeertape vind ik niet interessant, dan kun je hier op het verwijder icoontje klikken en dan kun je hem uit je campagne halen. Nou, wat je ook zou kunnen zeggen is, hey, die introductiekorting, die vinden we goed, hè? Korting doet het natuurlijk altijd goed. Nou, gaan we weer wat aanpassen. En die gaan we verzenden. Dus binnen enkele seconden heb je bij wijze van spreken berichten naar je social media accounts gepost. Dan gaan we helemaal naar onder. En wat je daar dan ziet, is dat er ook een nieuwsbrief bij zit. Nou, die heeft altijd zo'n groen icoontje met een open envelopje. En als je daarop klikt, zie je de nieuwsbrief. Gaan we straks iets dieper in, hoor. Dus we maken eerst het social media gedeelte af. Maar dan weten jullie in ieder geval dat bij de campagne echt alles staat wat bij Copagro Nieuws 72 hoort. Stel, ik neem even snel het voorbeeld Copagro Nieuws 42. Als ik daarop klik, dan toont hij aan de rechterkant gelijk, hey, deze berichten gaan allemaal over die Copagro Nieuws 42. En dat is denk ik wel, wel interessant, dat je weet van, hey, dit heeft onderlinge samenhang met elkaar. We gaan weer even terug naar die 72, sorry. En hier kun je die berichten dus één voor één zien. Maar stel, je zegt ik wil alleen de berichtjes zien. Dus die campagne vind ik een beetje onoverzichtelijk. Hè, want het staat hier allemaal door elkaar. Dan kun je ook aan de linkerkant naar berichtenoverzicht. Jullie hebben allemaal de knop berichtenoverzicht. En hier maakt het systeem dus een selectie. En zegt hij van, hey, die mailing parkeren we even. We gaan hier alleen de social media berichtjes doen. Het voordeel als je het hier bekijkt, is dat je ook kunt zoeken. Dus hier in Sliedrecht schijnt altijd de zon. Hè? Dus ik wil bijvoorbeeld een leuk berichtje over zomer of over de zon. Dan kan ik hier ook zoeken en dan zegt hij, hey, toen en toen is er een bericht over een ijsblokkoeler gegaan. Dat is het voordeel van die berichten. En je krijgt ze onder elkaar. En wat je dus hier ziet, is de naam van, hey, dit is het naam van het berichtje, de titel. Hier zien we de campagne, dus waar hoort hij nou bij? Nou, hij hoort bij Copagro Nieuws 42. Wanneer is die klaargezet? En wie heeft hem klaargezet? Ook hier kunnen we bijvoorbeeld die Graco spuittips openen. En wat we hier zien, is dus een leuk berichtje over de diverse Copagro Nieuws 42 acties. Wat we hier kunnen doen is het bericht weer verzenden of inplannen. Nou, spreekt denk ik voor zich. Ik zal even een ander berichtje openen. En hier zie je dus nogmaals LinkedIn met een kleurtje. En waarom ik nu even de switch ga maken. Als we naar het account van VVB Husan gaan, hè, dan zien we hier het berichtenoverzicht. Hebben we hier bijvoorbeeld dit bericht. Dan zien we ook Facebook aanstaan. En nu komt het denk ik rond, om het zomaar te zeggen. VVB Husan heeft de connectie met Facebook ook gemaakt. En daarom kan ik hier vanzelfsprekend ook op Facebook plaatsen. En als we dan hier het oogje klikken, dan zegt hij, hey, jouw bericht komt er zo uit te zien op Facebook. Nou, op Facebook van VVB Husan, hè. Dus hij komt er zo uit te zien. En bij LinkedIn klik ik op het oogje. En zegt hij, nou, op LinkedIn komt hij er zo uit te zien.
En zo kun je dus altijd die voorvertoning hierbij pakken. Dus daarom heeft die Facebook-knop hier een mooi kleurtje gekregen. Een aantal andere opties bij je social media bericht zijn als volgt. Dus wat je ook kunt doen is nog een linkje maken. Dat je zegt, hey, voor meer informatie ga naar www.copagro.be. Dat zou je altijd hier kunnen doen. En een vraag die we zojuist ook nog kregen, wat betekent die verkorte link maken? Nu heb je bijvoorbeeld 11 of 12 tekens. En als je een verkorte link maakt, dan maakt hij dit wat korter. Dan maakt hij er P1E van. En het voordeel is dan dus dat je niet zo'n link in je tekst hebt, maar een klein subtieler linkje. Dus die optie zou ik altijd voor kiezen. Nou. We hebben het dus gehad over nu meteen verzenden en over opslaan als concept. Want als je het opslaan als concept, dan gaat hij niet de wijde wereld in, maar dan kun je hem later nog eens bewerken. Maar hieronder hebben we nog een aantal tapjes, die wil ik ook even doornemen. Dus bij bericht opstellen stel je het in. Hè? Nou, dan kun je dus kijken van wil ik het op Twitter, wil ik het op Facebook, wil ik het op LinkedIn, wil ik het op Pinterest, wil ik het op Instagram. Voorwaarde daarvan is dat je natuurlijk die accounts gekoppeld hebt. Hè? Dus je kan het niet op Facebook zetten als je geen Facebook-account gekoppeld hebt. En daarom hebben we net ook bij die configuratie het belang van die koppeling laten zien. Nou, hebben we hier nog de mogelijkheid voor een weblog? Komen we op het laatst ook nog wel even. Maar sommigen van jullie vinden het wellicht lastig om je website bij te houden en continu nieuwsberichtjes te plaatsen. Dan kunnen we dat eventueel koppelen met uw website. Dus als jullie zeggen van hey, alle berichten die wij online willen gooien, dan kan het op die manier. Ik heb even ik zal even een voorbeeld openen. Neem ik gelijk een slokje water. Deze klant zegt bij wijze van spreken, hey, wij willen alles wat op social media komt, willen wij ook gelijk op onze website hebben. En dat hebben ze met die functie gedaan. Dus wanneer zij een berichtje maken en ze vinken deze ook aan, komt dat bij hun op social media. Mocht dit nu interessant zijn, mail mij of Copagro even, dan kunnen we jullie een codetje sturen die je in je website kunt plakken. En dan werkt het. Zo simpel is het eigenlijk. Nou, hebben we nog een andere optie, dat is de e-mailing. Stel jullie zeggen van, hey, dit is echt een geweldige actie-alert van Graco. En we gaan morgen een e-mailtje sturen, dan willen we eigenlijk dit berichtje ook in. Dus we gaan een e-mail maken straks met elkaar, ik denk over 5 minuutjes. En dit bericht willen we er eigenlijk in. Dus dat stukje tekst en die afbeelding, dan moet je dit even aanvinken en dan komt het daar ook te staan. Nou, deze optie vind ik zelf heel, heel leuk. Wat is deze optie nu? Jullie hebben natuurlijk meerdere mensen werken. En niet iedereen kijkt als het goed is op zijn telefoon. Iedereen is heel de dag druk aan het werken. En niemand zit natuurlijk op zijn telefoon. Maar jullie plaatsen wel eens wat acties of aanbiedingen op Facebook. Nou, het is belangrijk dat iedereen die bij jullie werkt natuurlijk wel op de hoogte is van wat jullie communiceren. Daarom adviseren wij altijd van hey, ga je nu wat op Facebook zetten en is het belangrijk? Zorg dat iedereen het weet. Nou, met deze knop maakt hij eigenlijk van jouw Facebook berichtje ook een e-mailtje. En dan kun je hier bijvoorbeeld Bali, apenstaartje, VVB erin zetten. Nou, Bali, de jonge coatings, ik zeg maar wat, kun je hier neerzetten. Of je maakt een groepje intern, daar komen we straks nog wel even op. En zo wordt er ook een mailing gemaakt. Nou, ook hier weer kun je op het oogje klikken. En dan zie je van, hé, het is normaal een Facebook bericht. Maar als we het gaan mailen, dan komt het er netjes zo uit te zien. Nou, hebben we dit knopje nog, vragen veel mensen, waar is dat voor? Is eigenlijk hetzelfde als dat weblog, alleen een iets andere uitstraling krijg je dan. Maar hier kun je ook je berichtjes mee naar een website sturen. En hier kun je het eerder genoemde sms'je mee doen. Nou, hier zie je één afbeelding. Als je nu 2 afbeeldingen toevoegt, dan vind je het misschien mooier om ze niet onder elkaar te zetten op Facebook, maar naast elkaar. En dan moet je even naar de Facebook carousel gaan. Die zal hier niet werken, omdat we maar 1 afbeelding hebben. Maar dan kun je dat op die manier doen. Nou, lijkt me trouwens wel goed om het even als voorbeeld te doen. Dus ik ga naar het account van VVB. Nou, ik zie deze actie in. Dan maak ik er een linkje bij dat ik zeg van
www.vuzan.nl. En zeg ik dan nog een afbeelding erbij. Ik weet niet hoeveel ik op deze computer afbeeldingen heb. Nou, we pakken deze van Den Braaf even erbij. En dan ga ik nu naar Facebook. Dus ik ga naar een oogje. En dan klik ik erop en zeg ik, hoe komt dat bericht nou op Facebook? Dan zegt hij, nou, die twee afbeeldingen komen onder elkaar. Maar het is wat hipper om ze naast elkaar te hebben. En dan gaan we naar dat tapje Facebook carousel. Dus dat werkt alleen voor Facebook. En dan kan ik bijvoorbeeld nog een linkje op de afbeelding zetten. Of de afbeelding omschrijven. Ik doe het even snel. Ik zou dit niet adviseren om dit bij jullie berichten te doen. Hè, want dat komt niet heel mooi over. En dan gaan we nu op het oogje klikken. En dan zie je dat ze netjes naast elkaar komen. Dus lang verhaal kort. Het is een wat mooiere weergave. Nou, ik verwijder hem weer even snel. Doe ik door op het kruisje te klikken. En hier kan ik altijd een afbeelding toevoegen. Nou, als ik hem dus nu meteen wil verzenden. Dan klik ik op de oranje button. En als ik zeg, hey, ik wil het watermerk, dus dat is het volgende tapje nog invullen. Dan klik ik hier. Dan klik ik op stel in. En we hebben net gezegd, hij moet altijd links onderaan komen. Of, nou, wat willen we hem bijvoorbeeld? Dan kan ik hier op opslaan gaan klikken. En dan kan ik het watermerk zo gaan toevoegen. En dan zie je hier nu dat het watermerk er staat. Om even in herhaling te vallen, maar de kracht van herhaling gebruiken we maar, zo willen we zeggen. Hier kun je weer inplannen en kiezen mooi tijdstip. Dus om het samen te vatten, tot nu toe campagnes, daar staan een overzicht van alles wat bij elkaar hoort. Bij berichtenoverzicht kun je de berichten los zien. Dus dan worden de mailings er even uitgehaald, wordt alles netjes onder elkaar getoond, kun je ook zoeken. En het laatste wat ik hierover wil zeggen, is als je nu samen met je collega bijvoorbeeld de social media doet en de ene plaatst het, of je doet dat samen met een inkoper. Je kunt allemaal met hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. En als je dan bij wijze van spreken afspreekt, hey, dit bericht en dit bericht wil ik geplaatst hebben. Dan kun je hem altijd even favoriet maken. En dan weet je als collega's van elkaar, hey, dit bericht willen we mee aan de slag. Of vanuit Copagro Nieuws willen we niet alle 20 aanbiedingen willen wij gaan communiceren. Maar we willen bijvoorbeeld maar twee doen. Dan kun je hier kiezen welke je wilt. Belangrijk om ook te vermelden is dat je ook zelf berichtjes kunt maken. Dus je hoeft niet alleen de Copagro nieuwsberichten te doen. Maar we hebben een hele mooie knop gemaakt. Nieuw bericht. Kunnen we nu denk ik iets sneller doorheen. En dan kun je ook een eigen bericht maken. Dus als je bijvoorbeeld zegt van openingstijden. Maandag zijn we gesloten. Ja, dan kun je dit berichtje maken. Kun je hier een leuk afbeeldingje erbij zetten. Nou, dit afbeeldingje kennen we inmiddels. En dan kun je zeggen, hey, die gaan we nu verzenden of je gaat hem weer inplannen. Een vraag die wij veel kregen is, waarom staan hier twee van die gekke tapjes? Nou, rechts is voor Facebook en voor LinkedIn. En Twitter mogen je iets minder tekens plaatsen. Dus daar hebben we een kleine vakje voor gemaakt. En dat is het linker vakje. Dus de tweet intro vak is dat. Ja. Op die manier kun je zelf berichtjes maken. Als je hier een linkje in hebt, dus bijvoorbeeld een linkje naar je website, maak even een sprongetje. Dan komt dat dus ook op je social media. En aan de linkerzijkant zie je een stapje statistieken. En dan kun je hier dus ook kijken hoeveel mensen er eventueel op dat linkje hebben geklikt. Komen we straks nog even op. Dus wat we tot nu toe met elkaar hebben gedaan is bij campagnes gezien, hier komt alles van Copagro binnen. Bij berichtenoverzicht zie je de losse berichtjes en bij nieuw berichtje kun je een los berichtje maken. Nou, we hebben configuratie al gehad en eigenlijk hebben we weblog ook al genoemd. Dat zijn als je wilt dat je berichtjes ook op je website komen, dan kan dat. Dan kun je hier bij het tapje weblog ook nog even kijken van hey, welke berichtje heb ik nou aangevinkt voor het weblog. En zou je hem bijvoorbeeld ook met terugwerkende kracht kunnen verwijderen. Dus je hebt vorige week 3 berichtjes naar het weblog gestuurd. Het ene berichtje vind je niet meer leuk. Dan klik je hier even weblog aan en dan zou je die daar kunnen verwijderen. Nogmaals, er moet een codetje geplakt worden in je website. En dan werkt dat. Mocht dat interessant zijn, schroom vooral niet om die even aan te vragen. En die krijg je dan direct van ons. Gaan we nu naar tapje e-mailing. Dus kunnen we ook via campagnes doen, want er staan mailings klaar. Maar bij tapje e-mailing zou je eventueel ook zelf e-mails kunnen maken. Dus bij het tapje e-mailing, wat zien we daar? Daar zien we 2 knoppen.
eigenlijk drie. Dus concepten, dat zijn e-mails die voor jullie klaarstaan of die nog niet verzonden zijn. En bij het tapje verzonden staan alle e-mailings die je reeds verzonden hebt. Dus als we hierheen gaan, dan zie je Samensterk enzovoort. Dan gaan we naar het tapje concepten en dan zie je de concepten staan. We pakken ook hier even een mooie Copagro nieuws als voorbeeld. En als wij die openen, dan zien we automatisch de huisstijl van VVB. Nou, als u hem opent, ziet u als het goed is uw eigen huisstijl met uw eigen logo en uw eigen NAW-gegevens. Wat we hier dan kunnen doen is naar beneden scrollen en dan zie je allemaal mooie aanbiedingen en interessante acties rondom Copagro nieuws. Helemaal klaargezet door Copagro, dus in die zin wordt u volledig ontzorgd. Maar belangrijk om te melden is dat je natuurlijk altijd zelf dingen kunt aanpassen en verwijderen. Ik probeer ook bij iedereen de vergelijking te maken tussen Lego en Duplo. Een mailing moet je zien als een Lego of een Duplo gebouwtje. Nou, hoezo? Ik zie alles als een blokje. Dus blokje 1, blokje 2, blokje 3, 4, 5. Die zien we hier. Op het moment dat jullie zeggen, we willen eigenlijk nog iets toevoegen, want we zijn inderdaad maandag gesloten. Dat willen we wel in onze e-mailing doen. Of er is iemand 5 jaar bij de zaak, of er is iemand jarig geweest. Nou, wij adviseren altijd persoonlijke dingen, doen het supergoed. Dus we hadden hier pas iemand 15 jaar in dienst, zetten we bovenaan een e-mailing en je ziet gewoon dat dat heel veel gelezen wordt en dat mensen dat leuk vinden, ja, omdat het een beetje een persoonlijk tintje is. Nou, dit gebouw kun je zelf opbouwen, want je ziet overal bij iedere regel zie je een potloodje, je ziet hier ook een prullenbakje en een pijltjes-icoon. Als we zeggen, bij wijze van spreken, we willen dit blauwe blokje, willen we iets naar beneden. Dan zie je altijd die pijltjes, kun je je linker muisje inklikken en kun je deze zo naar beneden halen. En zo kun je je eigen gebouwtje een beetje maken. Stel jullie zeggen, hey, die korte broeken, daar doen wij helemaal niet aan. Vinden we helemaal niks, die witte benen. Dan gaan we deze eventueel verwijderen. Door op het verwijder icoontje te klikken, kan ik zeggen, ja, ik wil hem zeker verwijderen. En dan gaat deze actie uit de mailing. Stel je zegt, wij noemen het geen Bermuda, maar gewoon een korte broek. Dan klik je op het potloodje en zeg je, nou, ik wil het woord Bermuda aanpassen. Nou, dan kan je hier bijvoorbeeld zeggen, Copagro korte broek. Ook hier weer klik op opslaan en hij verandert het gelijk. Wanneer ik nu op het kruisje klik, dan zie je staan, hey, Copagro korte broek. Zo kun je eigenlijk altijd je eigen swoon aan een mooie mailing geven die is klaargezet. Ik ga hem alweer even netjes terugzetten voor jullie. Dus nu staat er weer Bermuda's. En ik klik weer op opslaan. Wat erg belangrijk is bij een mailing is altijd die buttons. Dus klik hier voor meer informatie. Nou, stel iemand die wil profiteren van deze knalprijs. Dan kun je dus zeggen, hey, als je dus meer informatie wil, dan moet je ergens heen gaan. Nou, dan kun je hier een tapje link en dan zou je bijvoorbeeld vvbhusam.nl doen. Of je zou bijvoorbeeld een formuliertje op je website kunnen plaatsen. Of bijvoorbeeld een Facebook berichtje naartoe kunnen linken. Je kan ook zeggen, hey, klik hier voor meer info. Dan willen we zeggen van bestel nu online. Nou, dan kun je bestel nu van maken en dan past de knop automatisch aan naar bestel nu. Hier zie je dit. En zo kun je dat bij alles doen. Als je zegt van hey, die acryl exterieur die is belangrijker dan 3M. Nou, sleep hem even naar boven. En zo kun je je eigen mailing helemaal maken. Als je zegt van hey, dit intro tekstje willen we anders. Ook hier geldt weer hetzelfde als Word. Je kunt het aanpassen. Dus je kunt het dik drukken, schuin drukken. Enzovoort, enzovoort. Eventueel een afbeeldingje er nog in doen. En kijken hoe het eruit komt te zien. En wat we net ook al aangaven. Het is ook leuk om zelf wat toe te voegen. Nou, dan gaan we naar die Duplo bakken. Naar die Lego blokjes. Of Duplo, ik haal alles door elkaar. Klik op nieuwe regel. En dan zeg ik, nou, ik wil nog 2 aanbiedingjes naast elkaar. Nou, ik wil een grote foto. Nou, ik wil eigenlijk een berichtje links en rechts nog wat tekst. Nou, ik kies altijd even voor de grote foto. Dan klik ik hierop.
En dan voegde hij toe. Belangrijk om te melden, want er was een vraagje over. Die komt altijd onderaan. Dus niet denken dat hij er niet bij is gezet. Nee, even naar beneden scrollen. En zeggen, hey, die komt er het laatste bij. Dus die zetten we onderaan. Maar waarom niet helemaal onderaan? Omdat je altijd af moet sluiten netjes met je footer en het afmelden. Nou, nu sleep ik deze bijvoorbeeld naar, naar boven. Omdat ik deze helemaal bovenaan aan wil. Dat kan ook op deze manier. Even kijken. Kan ik ook zo doen. Nou, dan gaat hij hem hier naar boven slepen. En dan klik ik hier ook weer op. En zeg ik wil beginnen met een leuk plaatje over pak een beetje een nieuwe actie. Nou, ik pak even wat of we zoeken een stagiair. Nou, dan klik ik daarop. En dan past hij dat automatisch aan. En zo kun je altijd ja, zelf even wat, wat leuks maken. Nou, wat we nog niet hebben gedaan is verwijderen. Je ziet hier een prullenbak-icoontje. Zeggen, nou, het is toch helemaal niks. Dan kun je die verwijderen. Dus ga vooral spelen met je mailings. Om ja, echt te kijken wat werkt. We zullen straks ook even naar het tapje statistieken gaan. En dan zul je ook kijken van, hey, als wij nu beginnen met een foto van ons personeel. Dan zien we dat iedereen het opeens door gaat lezen. Want blijkbaar vinden ze dat persoonlijk. Of hey, als we starten met Copagro nieuws bovenaan. Dat mensen gelijk kunnen klikken. Dan is dat beter? Nou, enzovoort, enzovoort. Zo kun je dat doen. Dus nieuwe regel, kun je zelf regeltjes maken. We hebben daarna nog een hele leuke optie. Dat is een mailing invoegen. Dus stel, jullie hebben ook nog een andere mailing klaarstaan. En daar zat een heel leuk verhaaltje in. Kun je daarop klikken. En zeggen we bijvoorbeeld van, hey, die van Van Dam kwasten. Neem even een oud berichtje. Strijken met de eer. Dat was een hele mooie afbeelding. Die wil ik erin. Kun je hier op toevoegen klikken. En dan leent hij als het ware die andere, ja, dat andere stukje van die mailing. Dan kun je hem ook weer naar boven slepen of weer, weer verwijderen. Nou, spreekt denk ik enigszins voor zich gewoon heel veel mee, mee spelen. En dan komt het vaak goed. Nou, je gaat een mailing verzenden. Zullen we straks even met elkaar naar kijken. Maar voordat je een mailing verzendt, zeggen we altijd stuur nou een testmailtje. Dan kun je eigen e-mailadres hier bijvoorbeeld invullen. Dan weet je hoe die mailing eruit komt, komt te zien. En belangrijk om daarin te testen is van, hey, als ik hierop klik, ga ik dan goed? Als ik hierop klik, ga ik dan goed? Dat er geen dode linkjes in staan. Als er namelijk een linkje in staan die het niet, niet doet, dan komt de nieuwsbrief eerder in de spam terecht. Omdat heel veel e-mailproviders dat dan als dood linkje zien. Ik kan nu op verstuur nieuwsbrief klikken, dan moeten ze niet gaan, gaan schrikken. Maar dan doet hij toch niks. Want voordat je een nieuwsbrief gaat verzenden, moet je natuurlijk altijd contactpersoon hebben. Je kan geen nieuwsbrief versturen zonder dat je een e-mailadres invult. Nou, dat kan op twee manieren en dan gaan we iets uitgebreider naar kijken. Ik kan bij het knopje aan, kan ik zeggen, hey, ik wil hem sturen naar wilco@intermix.nl. Nou, klik ik hierop en dan kan ik hem theoretisch versturen. Wat ik zelf altijd adviseer is om eerst nog even die tijd te kiezen. Dus hier kun je ook zeggen van ik wil hem pas volgende week woensdag versturen. Of ik wil hem maandag versturen. Nou, check dat altijd. Maar de andere optie, en volgens mij is bijna iedereen die er vandaag bij is, heeft dat. Is hier even op die twee poppetjes klikken. En dan zie je alle Excel-lijsten die jullie ooit hebben ingevuld. Gaan we straks even naar kijken. Maar dan kun je zeggen, ik wil het naar alle contactpersonen doen. Ik wil het naar alleen mijn Copagro Nieuws contactpersonen. Nou, je ziet dat zij goed in groepjes aan het aan het werk zijn, maar dan kun je dat daar op die manier toevoegen. Zo straks even via het tapje contactpersonen kun je het instellen, gaan we hierna eventjes naartoe. Dat zijn belangrijke dingen om altijd even te controleren. En hier rechtsboven kun je altijd nog even checken van hey, wat is nou de naam die ik heb opgegeven, wat is nu onze afzender. Dus een overzicht van al je instellingjes vind je hier altijd ja, een beetje verstopt wellicht via het tandwieltje, maar dat kan op die manier. Als ik een mailtje stuur, dan zie je ook vaak boven staan online versie. Dat is deze. Die zal ik niet adviseren om die weg te halen. Als je nu een mail krijgt op je telefoon, worden niet altijd de afbeeldingen geladen. Of mensen hebben dat niet, niet ingesteld. En op deze manier wordt er automatisch een linkje gemaakt waar die nieuwsbrief op wordt gezet. En wordt echt al veel gebruik van gemaakt. Nou, wil je nu weten hoe dat eruit ziet? Kun je altijd even zeggen, hey, publiceer online, sla hem even op. Wordt er hier een linkje gemaakt.
En dan maakt hij dus zo'n linkje. Dus eigenlijk een soort van website ideetje. Een linkje waar jouw nieuwsbrief op komt te staan. Nou, dat is denk ik wel mooi. Nou, ik ga weer even terug naar dit scherm. Hier zie je dus dat de nieuwsbrief bij mij binnen is gekomen. Ik ben een klant. Nou, ik zeg dankjewel voor de leuke nieuwsbrief. En hier kan ik bijvoorbeeld ook op klikken. Dan opent automatisch in een nieuw tabje. In de VVB Huurzaam Huisstijl. Ja, die PDF. En dit is wel echt het woord het meest gebruikt. Dus als wij de statistieken kijken van de Copagro leden. En ja, helemaal in Nederland zijn we natuurlijk gek op die prijzen en aanbiedingen. Maar dit document wordt supergoed gelezen. Dus deze ja, zal ik wel adviseren om erin te houden. Mensen scrollen hier gemakkelijk op hun pc'tje naar. En ja, dat kan allemaal door middel van klik op die buttons of deze eerste zin. Nou, zo kun je daar een beetje mee aan de slag. Hebben we nog één tapje wat ik net zei. Dus je hebt hier berichtendepot. Als je dat envelopje aanvinkte bij een berichtje. Even kijken, dan ga ik hem even een nieuw tapje openen. Dus dit. Dan stuur je als het ware een berichtje naar jouw mailing. Nou, ik ben nu even geswitcht naar het Copagro account. Kan ik hier wel even versturen naar die nieuwsbrief. Klik op verzenden. Nou, stel we gaan bij Copagro. Dus nu gaan jullie een iets ander huisstijltje zien. Hè? En dan pak even een oude nieuwsbrief. Dan heb ik hier een tapje berichtendepot. En dan zeg ik, hey, die Graco actie voor die social media wil ik ook in mijn nieuwsbrief. Nou, hoe wil je die dan in? Kun je hier zo'n Duplo blokje kiezen? Dan zeg ik, nou, ik wil dit blokje kiezen. Nu heeft hij even een paar seconden nodig. En dan zet hij eigenlijk een Facebook berichtje om naar een mailberichtje. Dus die mogelijkheid heb je ook. Nou, ik verwijder hem weer even, anders dan krijg ik ruzie. En dan wordt dat op die manier gedaan. Dus dat lijkt me wel een ja, toegevoegde waarde. Laatste wat even bij de nieuwsbrief nog belangrijk is, is het Easybase tapje. Als ik hier op Easybase klik, ben ik zelf op deze computer niet ingelogd. Maar dan ga je naar Easybase en dan zie je een ijzersterk icoontje. Dan kun je alle informatie van een product die in Easybase staat, die kun je slepen naar ijzersterk. En op die manier maak je dat allemaal mogelijk met elkaar. Ik zal nog een vraagje binnenkomen over, hey, er staat een nieuwe button HTML-code. Nou, wat is dat? Hier kun je op klikken en dan zie je allemaal abacadabra. En deze tekst zou je theoretisch kunnen kopiëren. Of deze tekst is echt code. En die kun je in een websitepaginaatje plakken. En dan ja, maakt hij als het ware een soort afbeelding van de nieuwsbrief op je website. Dan hoef je niet alles te kopiëren. Kun je gewoon even mee spelen. En moet je maar even zien hoe dat eruit komt te zien. Maar die zul je in erin kunnen zetten. Nou. Stel, ik krijg die nieuwsbrief en ik klik hierop, hè, op die Bermuda, of Korte Broek hadden we hem eigenlijk genoemd, of hierop, is het voor jullie super interessant om dat te zien. Want je wilt natuurlijk weten wat mensen of klanten van jullie ja, interessant vinden om te horen. Nou, daar hebben we een mooie tapje voor gemaakt. En dat tapje heet Statistieken. Nou, gaan we naar statistieken. En dan zien we bijvoorbeeld, hey, Samensterk 02, de normale Samensterk. Nou, ik kan hem ook even van Copagro als voorbeeld gebruiken. Dat staan jullie misschien zelf tussen de statistieken. En dan zien we bij wijze van spreken van, hey, de Copagro Flash of de tarief Copagro. Nou, kun je hierop klikken. Hij is naar 170 man gestuurd. Als je hier met je muis overheen gaat, dan zie je, hey, 100 hebben hem gelezen. 14 hebben doorgeklikt en 70 hebben ongelezen. Het gemiddelde in Europa over het aantal mensen dat het leest, moet je een beetje tussen de 31% moet je een beetje rekenen. Lees je nieuwsbrief. Dus als je daarboven zit, dan weet je dat het goed is. Maar je kunt dus nog meer. Je kunt hier precies op kijken en dan zie je van, hey, we hebben een blokje over de tarieven, een blokje over de mededeling en een linkje naar het Copagro nieuws. Dan klik ik hierop en dan zien we, hey, deze mensen hebben dat allemaal gelezen.
Hij heeft zelfs 2 keer op dat linkje geklikt. Blijkbaar vond hij het interessant of heeft hij het nog een keer doorgestuurd. Hey, hij heeft zelfs 3 keer op dat linkje geklikt. Aan de rechterkant zie je dan ook nog een staafdiagrammetje. En daar kun je dus precies zien welke onderdelen er interessant zijn bevonden. Dus nogmaals, je gaat naar je tabje statistieken. En dan kun je onderaan kijken naar de e-mailing. Bovenaan kan dat eventueel ook. Dus je kunt het via de onderkant doen. Of je klikt bovenaan naar het tabje e-mailing. Nou, dan gaan we hier naar de mailing. En dan kunnen we hier ook weer op klikken van... Hey, bedankt voor je ijzersterk deelname. We hebben een eerdere button gedaan. Dan kunnen we precies kijken... Wie heeft nu de enquête gelezen? Nou, Nathalie, dankjewel. Die heeft de enquête geklikt. Enzovoort, enzovoort. En dat is wel interessant om natuurlijk te zien. Zoals we bijvoorbeeld kijken naar het account van VVB. Dan kun je kijken, hey, deze heeft een hele goede openingsrate. En heel veel mensen hebben doorgeklikt. Zet je muis erop. Je kunt altijd zien, 83 gelezen. 43 van de 83 mensen vonden de informatie dus zo interessant dat ze op verder hebben geklikt. Kijken we bijvoorbeeld naar Copagro Nieuws 41. Dan klikken we hierop. En dan zien we van, nou, wat is nu het interessantst geweest? En wat we net eigenlijk al zagen. Hé, er wordt heel veel geklikt op die actiekrant. Nou, zie je dat dat ook nou procentueel gezien wordt ook op de Copagro maskeertape veel geklikt. Nou, blijkbaar hebben mensen een hoop te maskeren deze dagen. En wanneer we hierop klikken, kunnen we ook kijken, hey, wie zijn dat die erop hebben geklikt. Nou, sommigen hebben er meerdere keren op geklikt. Vind je het nu heel interessant, kun je het ook nog via een exporteerbutton zelfs in een Excel'tje krijgen. En ja, dan kun je dat eventueel doorsturen. Nou, afmelden gebeurt helaas ook wel eens. Wil je nu precies weten wie jouw nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kun je dat hier eventueel checken. Dat is denk ik wel goed om te zien. En zo kun je altijd weten van wat vinden mensen nu interessant, wat willen ze horen. En wat ik zelf wel eens doe voor onze eigen nieuwsbrieven, is de ene 's ochtends versturen, de andere 's middags, dan weer een keer 's avonds. En dan zet ik die zo onder elkaar en dan zie ik van welke is bijvoorbeeld van deze het succesvolst. Nou, deze is het succesvolst. Nou, wanneer hebben we die verzonden, ga ik dan altijd even kijken. En... ja, dan kun je zo beslissen wat jouw volgende tijdstip wordt voor de nieuwsbrief. Zoals stapje statistieken. Dat is echt wel belangrijk om daarnaar te kijken. En vaak zien we ook dat wel mensen activeert. Omdat je denkt, ja, ik stuur een nieuwsbrief. Wat gebeurt er nu eigenlijk mee? Maar dat er altijd veel meer wordt geklikt dan je denkt. En veel meer wordt... gelezen ook dan je denkt. Dus het is echt de moeite waard. Om ook nog even wat eerder aangehaalde dingen te bespreken. Online versie. Hier zie je dus dat 22 mensen zeiden van, hey, klik wel even op dat linkje zodat ik in een tapje op mijn gemakje die nieuwsbrief kan lezen. Dus dat is als ze hierop op klikken. Nou, waarom klikken ze daarop? Soms zie je die afbeeldingen niet door instellingen van je computer of telefoon. Nou, heel belangrijk is het contact personenoverzicht. Dus waarom kies ik ervoor om dit even aan het einde te doen? Nou, we kiezen er eventjes voor om dat op het einde te doen, omdat je dit zo uitgebreid kan maken als dat je zelf wil. Dus als jij contactpersonen wil in jouw ijzersterk pakket, dan kan dat op 3 manieren eigenlijk. Je kunt handmatig, dat is maar manier 1, kun je alles invullen, hè. Dus je klikt hier gewoon opnieuw en dan zeg je van, hey Wilco, at Intermix, nou bla bla bla, dat kan. Je kunt ook zeggen van, ik wil dat automatisch vanuit mijn EAP pakketten, vanuit je boekhoudpakket. Nou, dan kunnen wij een koppeling tussen maken. Het is veel eenvoudiger dan je denkt. Dus meestal hebben we dat redelijk, bijvoorbeeld in een uurtje werk, hebben we dat voor elkaar. Dus zie je er nu tegenop om... continu Excel-lijstje in te vullen. Vraag even bij ons de mogelijkheden na. Ik denk dat er al 4 of 5 dat op die manier doen. Dan iedere avond om 12 uur schiet hij dat automatisch in. En de andere manier is om een Excel-tje te up te loaden. Maar dat noemen we importeren. Dus dan moet je naar importeren. Zal ik straks ook even voordoen. Maar je kunt altijd die contactpersonen erin doen. Je ziet hier bovenaan zie je mailinglijst en leveranciers. En dat noem je databases. Ik vergelijk altijd een database met een emmer. In die emmer gooi je e-mailadressen.
Maar stel je zegt, nou, we hebben meerdere entiteiten, dus een Sikkens of een VVP, of je zegt van nee, hey, we hebben ook leveranciers en die willen we even los ervan hebben. Dan kun je hier bij databases dus meerdere emmers maken. Dan klik je gewoon opnieuw en dan kun je een emmer maken. Als je gewoon één mailinglijst hebt, dan is het ook goed. Het is wat anders dan groepen een database. Het voordeel van een aparte database is dat als iemand zich dan bijvoorbeeld afmeldt bij Sikkens, dan is die niet automatisch bij VVP afgemeld. We gaan even naar die contactpersonen. Dan ga ik hier bijvoorbeeld even naar de leveranciers. En hier zie je dan een hele leverancierslijst. Nou, je ziet bijvoorbeeld Anne Jansen. Zie je dat haar taal Nederlands is. Nou, ze is aankoop. En zit ze bij marketing, zit ze bij productie, enzovoort, enzovoort. En het leuke daarvan van is dat je dus groepen kunt maken. Wij werken bijvoorbeeld zelf met groepen van hey, wie heeft er bij ons een website of heeft IJzersterk. Nou, degene die een website hebben, die willen we andere informatie sturen dan degene die alleen IJzersterk hebben. Nou, dat kun je hier doen door een groepje te maken. Dus dan ga je naar tapje groepen en dan ga je opnieuw. Nou, hier hebben we best wel een overzichtelijke video van gemaakt, omdat het echt voor iedereen heel anders is. We hebben een hele uitgebreide video gemaakt die jullie nog van ons krijgen. En in die uitgebreide video kun je echt op je gemakje switchen naar hey, ik wil het importeren of ik wil juist een groepje maken. Nou, dat is dat. Ik zal even kijken of dat ik een voorbeeldje kan maken. Dus je ziet hier een Excel bestandje en hoe moet dat eruit zien? Je kan bijvoorbeeld het veld maken met naam, mailadres. Je zou bijvoorbeeld nog achternaam kunnen doen of bedrijf. En alles wat jij in die bovenste kolom zet, in een Excelletje, dit, dat neemt hij echt over. Dus, ik sla hem maar even niet op. Dat kun je echt hier zien. Dus hier zie je, dus die kolommen zijn geweest, e-mail, voornaam, achternaam, organisatie. Als je dan over een maand weer een nieuw Excelletje uploadt, hè, want je hebt weer wat nieuwe mailadressen toegevoegd gekregen via de website of via de winkel, dan herkent hij automatisch die vel. Dus die hoef je dan niet opnieuw aan te maken. Dat ziet hij automatisch gelijk goed staan. Dat is wel een leuke manier om te importeren. Ik heb even een demo-accountje voor mezelf gemaakt om niet in echte contactpersonen te rommelen. Dan ga ik hier bijvoorbeeld even naar de contactpersonen van deze klant. En moet hij even opstarten. Nou, hier zien we bijvoorbeeld, hey, we hebben een e-mail, we hebben een achternaam en we hebben een klantnaam, we hebben een voornaam. Nou, als ik een groep wil maken, dan klik ik hier dus op groepen. Dan klik ik dus op nieuw. En zeg ik naar iedereen die een administratief, even een raar voorbeeld hoor, maar ik denk dat het idee helder is. Iedereen die een administratief e-mailadres hebt, die wil ik even apart in een groep hebben. Dan zeg ik, hey, die groep noem ik administratie. En de meeste vragen die wij altijd krijgen is van ja, en dan. Dan komt er een onduidelijk veldje bij, die heet selectie. En daar kun je dan bijvoorbeeld een selectie maken. Dat je zegt van hey, iedereen die zijn e-mail gelijk is aan. Maar zo zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, hey, ik wil een mail sturen naar iedereen die Piet heet. Nou, dus dan is de voornaam gelijk aan Piet. Of hoe we het bijvoorbeeld intern doen, is dat we zeggen, hey, als het e-mailadres Verfsterk bevat, dan is dat dus iemand die bij Verfsterk werkt. Of als het e-mailadres nu bij wijze van spreken Colorpoint bevat, dan weten we, hey, die hoort bij Colorpoint. Nou, nu kan ik bijvoorbeeld zeggen van, hey, e-mail bevat admin. Klik ik op zoeken. En dan zegt hij, hey, dat is het geval bij 5 van de 297 mensen. Nou, dan zie ik dus, hey, dat zijn de administratieve e-mailadressen. Nou, gaan we even naar een e-mailtje. Dit nogmaals is een demo-accountje van mij. Nou, dan ga ik een e-mailtje maken. Geef ik een titeltje. Klik op opslaan. Hier zie je een ander. Dan zeg ik, hey, die wil ik om 11:04 wil ik die gaan versturen. En dan klik ik hier dus op die poppetjes. En dan zie je al die groepen. Dus ik heb een groep bouw, ik heb een groep collega's, maar ik had ook die groep administratie. Nou, die kan ik dan aanvinken.
En dan kan hij dat doen. Maar ik kan zeggen, nou weet je, de bouw mag deze mails ook en de collega's mogen deze mails ook. Dan kan ik in één keer ook drie groepen kan ik dan kiezen. Het leukste om hem nog even te melden, maar wellicht dat te ver gaat hoor, dus dan kun je het vergeten. Maar stel je maakt één mail, dan kun je hier ook nog zeggen, dit berichtje is eigenlijk niet bedoeld voor de collega's. Die mogen niet meedoen aan deze actieprijsvraag. Je ziet hier aan de rechterkant, zie je die twee groepen, collega's en advertentie bijvoorbeeld. En dan kun je ook zeggen van, hey, dit tweede berichtje, die mag die klant niet zien. Dat is alleen voor intern, want het gaat even over dat er een personeelsuitje is. Nou, daar hoeft de klant niet per se bij te zijn. Nou, op die manier zou je dat nog kunnen doen. Dat heb ik ook in die video uitgelegd. Maar nogmaals, je zou dus één mailing kunnen maken en voor iedereen een klein beetje kunnen specificeren. Ik kan hier ook los gewoon een e-mailadresje zetten. Dan zet ik Wilco het Intermix zet ik erin. 11:04 doe ik er dan uit. En dan zeg ik verstuur nieuwsbrief. Dan vraagt hij altijd nog even van hey, wat is nou het onderwerp? Dan maak altijd een mooi onderwerp. Probeer dat te doen. Ik schrijf het nu verkeerd. Maakt eventjes niet uit. Maar dan zou ik het zo op die manier kunnen doen. En kunnen versturen. Ik zal hem nog een keertje hier proberen te zetten. Nou, dan moet ik hem weer aanpassen, want het is al 11:04. Zo lang doe ik erover. Dan zeg ik 11:05. En dan, ik heb me afgeschreven, zie ik. Dus, maar op die manier zou je dus ook meerdere mensen kunnen toevoegen. En dan komt die in de mailbox van de klant. Nu ik toch in dit accountje ben, wil ik nog even een ander voorbeeldje laten zien. Dat is dat social media bericht. Dus deze klant ziet iets van Makita. En hier kan je bijvoorbeeld dan even je teksten aanpassen. Dus dit is social media. Kan ik dit zeggen? Hoe plan ik hem dan echt in? Zeg ik bijvoorbeeld, doe maar 11:07 vandaag. En wat ik dan niet moet vergeten is toevoegen aan mijn planning. En dan kan ik hier op planning doorvoeren klikken. En wat je dan dus hier hebt is een verzendagenda. En dan zie je dus daar straks dat er om 11:07 dit berichtje online gaat komen op zijn Facebook. Even switchen naar VVB. Daar heb je dus ook dat berichtenoverzicht, verzendagenda. En dan zien we dus dat er aanstaande vrijdag een mooi, op goed tijdstip, dus top, Trimetal zomerpakket online gaat. Dus jullie weten nu al, aankomende vrijdag op Facebook, Instagram en LinkedIn, komt er een mooie actie over Trimetal zomerpakket online te staan. Dus doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Gaan we het je weer even terug. Hier hadden we die groepen gemaakt. Waar we ook vooraf een vraagje over kregen. Wat zijn nou bounces? Dus je ziet hier ook nog een stukje bounce krijgen. En je ziet afmeldingen. Die twee gaan we dus even behandelen nog. Hier bij het tapje uitgeschreven kun je kijken van hey, wie heeft zich allemaal uitgeschreven. Nou, als een leverancier zich uitschrijft, zou ik toch even ingrijpen. Maar kun je hier zien, kun je eventueel op klikken. En als je zegt, hey, diegene wil ik weer in laten schrijven, dan kun je hem hier weer aanmelden. Dan moet je natuurlijk wel altijd even in overleg doen. Maar die mogelijkheid is er altijd. En hier zul je uitgeschreven mensen kunnen doen. Nou, belangrijk om te benadrukken, iedereen die zich uitgeschreven heeft, die ontvangt de volgende keer automatisch geen nieuwsbrief meer. Dus jullie hoeven je daar geen zorgen over te maken. Iedereen die zich uitschrijft in het systeem wordt als het ware op een soort van zwarte lijst gezet. En dan hoef je de volgende keer nergens rekening mee te houden. Dat wordt allemaal automatisch in orde gemaakt. Heb je ook nog een bounce? En wat houdt dat nou in? Daar hebben we misschien wat lastigste gedeelte. Mensen veranderen met e-mailadressen. Soms zit een mailbox van iemand vol. Dan is iemand op vakantie. En dan stuur je een e-mail hè, naar iemand. En dan komt die mail als het ware weer terug. Een out of office is denk ik het meest bekende voorbeeld bij iedereen.
Als hij dat 3 of 4 keer doet, dan noemen we dat ook een bounce. En die worden ook verzameld dus bij de bouncers. Daar kun je dan op klikken en dan zie je van, hey, wat is het type bounce? Nou, dat is een overige. Hey, deze ontvanger bestaat niet meer. En zo kun je je lijst een beetje schoonhouden. Want als iemand natuurlijk een nieuw e-mailadres heeft of weet ik het wat, ja, dan kun je dat eventueel hierop klikken en dan zou je dat aan kunnen passen of netjes maken, zodat je altijd weet dat de e-mails allemaal aan kunnen komen. Of je belt even op en dan zeg je, ja, hij komt niet meer aan. Hè? Jouw mail, klopt het dat je mailadres is aangepast? Is wel tijdrovend klusje, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, wel de moeite waard om een mooie schone mailinglijst te maken. Ga ik even stiekem tussendoor kijken of dat bericht inderdaad op Facebook is gekomen. Hè, om te laten zien hoe dat werkt. Nou, staat er nog niet volgens mij. Maar dan kunnen we dat kunnen we dat straks even nog checken. Hier zien jullie dus hoe zo'n Facebookpagina eruit ziet. En hoe je gemakkelijk je berichtjes in kunt plannen. Omwille van de tijd gaan we richting het einde ook. Ik zal nog een korte samenvatting geven. Mochten jullie nou vragen hebben, kun je die nu instellen. Blijven wij gewoon even hangen voor de vragen. Dus schroom vooral niet om dat te doen. Je kunt ook altijd vanmiddag even bellen of mailen. Dan komen we er op het gemakje op terug. Maar heb je vragen, doe het. Dus wat hebben we vandaag behandeld? Nou, als dealer adviseren wij altijd te starten bij campagnes. Hier zie je dus alle nieuwe campagnes. Nou, zoek vooral Copagro op. Klik daarop en dan als je daarop klikt, dan laat hij automatisch zien welke mogelijkheden er allemaal bij een campagne van Copagro horen. Nou, losse berichten zie je bij berichtenoverzicht. Bij het tapje e-mailing zie je alle e-mailings. Je kunt klaargezette e-mailings bewerken door erop te klikken. En je kunt ook zelf een e-mail maken door opnieuw te klikken. Als ik zelf opnieuw klik, hebben we net even bij die van de Tiller gedaan, kun je een onderwerpje invullen. Kun je op opslaan klikken. Opent die een blanco mailing. En kun je hier de welbekende Lego blokjes kiezen om zelf een e-mailtje te gaan versturen. Wil je toch wat lenen van Copagro of een andere mailing? Kun je dat doen via mailing invoegen. En wil je een Facebook berichtje erin? Dan ga je naar berichten de depot. Vervolgens stuur je altijd eerst een testmailtje om te weten hoe het eruit ziet. Of je kiest je verzendgroep en een tijd om op een mooi tijdstipje mailing te vinden. Bij het tapje statistieken kun je dus altijd zien wie je mailing heeft gelezen en waar erop is geklikt. Interessant om in de gaten te houden wat er nu effectief is en wat er niet effectief is. Wil je nu andere kanalen aanboren? Check altijd bij configuratie welke instellingen je hebt. Dus hey, met welke accounts ben ik geconnecteerd en welke instellingen heb ik voor mijn e-mail gedaan. Wil je een stapje verder, kun je altijd ook een leuk watermerkje voor je social media berichten instellen. Dat doen we via configuratie, afbeelding, watermerk. Extra opties die er zijn en die we eigenlijk nog niet hebben behandeld, omdat die wellicht nog niet relevant zijn. Kun je hier zien. Dus je kunt bij een campagne een berichtje maken en een e-mail. Die hebben we uitgebreid besproken. Er staan er nog 3 andere tapjes. En dat is een PDF. Nou, dat werkt eigenlijk hetzelfde als een e-mailing. Het enige is dat je dan een printbaar bestandje maakt. Dus ik zeg nu even testje. Klik op opslaan. Als het goed is, is dat eerdaags voor jullie allemaal ingesteld. Ook hier hebben we een videootje van hem, maar omdat het niet voor iedereen relevant is, hebben we het even overgeslagen. Dus als dit te snel gaat, maakt het helemaal niks uit en dan kun je het gewoon vergeten. Maar hier zou je bijvoorbeeld een actietje kunnen maken, omdat er veel vraag was naar actiemateriaal voor op de toonbank of om bij verzendingen te doen. Kun je hierop klikken. Moet je gewoon even lekker mee gaan spelen. Je kan echt niks fout doen, je kan het naar niemand versturen, dus ga er vooral mee spelen. En als je dan op download PDF klikt, dan gaat hij dus als het ware een mailing templateje maken. Met jullie logo en dergelijke erbij. Die kun je printen en bij bestellingen doen of bij je e-mail doorsturen. Dus ga naar campagnes en dan kun je altijd met die PDF aan de slag gaan.
Andere optie is ook nog een landingspagina te maken. Dat kan ook op je website, maar stel je zegt van hey, wij willen wat meer informatie geven, dan kun je natuurlijk naar je website linken. Of je zegt hey, we willen dat klant een formuliertje invullen. Ga dan even aan de slag met zo'n landingspagina. Dan geef je gewoon een titeltje. Dan klik je op opslaan. Komt er een vakje content, gaat al erg snel om, maar moet wel interessant zijn. En dan kun je hier allemaal formuliertjes en dergelijke maken. En dat is de reden waarom je hier ook een formulierenmodule hebt om die formulieren te maken. Maar gaan we denk ik iets te verder. Ja, voor zover ik kan zien zijn alle vragen nu beantwoord. Nou, goed om nogmaals te melden is dat deze webinar terugkomt. Er komen nog wat losse video's jullie kant op. Zeggen jullie van hé, hey, we willen toch even wat dieper erop in of een paar instellingen. Ja, meld het ook, kunnen ook altijd even nog een afspraak bij jullie op locatie maken. Vooral, ja, voor ons is het ook belangrijk dat jullie tevreden zijn en actief ermee aan de slag gaan. We hebben ook wel eens gehoord dat iemand zei, ik verstuur mijn nieuwsbrief niet omdat ik het uiterlijk van die nieuwsbrief bijvoorbeeld niet mooi vind. Alles is mogelijk, dus ook dat kun je melden. Zijn er andere dingen die jullie missen in het systeem of waar jullie tegenaan lopen? Stuur dan ook vooral een berichtje, want alles is te maken. Hierachter, nou, ik denk dat jullie niet helemaal kunnen zien, er zitten zat programmeurs die graag aan de slag gaan om het jullie naar de zin te maken. Meld alles. Ja, dit waren denk ik de belangrijkste dingen, wat zaken opfrissen en te laten zien wat er allemaal voor jullie klaar gezet wordt. Ja, het lijkt me leuk als jullie eerdags allemaal proberen om zo'n mooi berichtje van de Copagro Nieuws online te zetten. Dan kun je gelijk kijken of het allemaal werkt. Hè. Dus mijn voorstel zal zijn, ga eens naar die campagnes. Open is een leuke actie. Er zit voor iedereen wel een actie bij die interessant is. Ja, en plan hem eens in en kijk wat dat doet. Ja, laat het ons vooral weten, want er wordt echt persoonlijk voor jullie veel content klaargezet. Ik bedank jullie tot zover dan in ieder geval voor jullie aandacht en interesse. En wij blijven nog even hangen. Als er vragen zijn, gaan we die nog op het gemakje behandelen. En anders wens ik jullie een hele fijne middag en alvast ja, succes met het versturen van de Copagro nieuws. Dank jullie wel. Nog geen vragen zie ik. Dan was het of heel onduidelijk of heel duidelijk, hè, zeggen we altijd maar. Dus dat klinkt, laat ik me positief benoemen. Toch nog even naar het Facebook-accountje. Kijk, nu zien we dus dat bericht erop is die we net met elkaar hebben gedaan. Nou, het lijkt net of dat zij dit zelf hebben gepost, maar het is gewoon een berichtje wat klaargezet is door Makita. Nou, dit linkje hadden ze natuurlijk aan kunnen passen, maar geen tijd voor of geen zin in. Deze gaan we ook afsluiten. We gaan stoppen met het scherm delen. Alle vragen zijn volgens mij beantwoord. Kijk nog een keer. Nou, ik zie al twee leden die zeggen vanmiddag een. Drie leden die vanmiddag een berichtje gaan posten. Dus houd alle social media in de gaten. Wordt aan gewerkt. En dan nogmaals, dank u wel.